Wat de Groene Eem zo bijzonder maakt, is dat het een wijk is die naar de toekomst durft te kijken. In zijn klimaatadaptiviteit en zijn energiezuinigheid. Maar wel gegrond met één voet in het historisch landschap. Een landschap dat is gevormd door een grillige rivier, de Eem, die zich een weg heeft gebaand door dat landschap van wel eer. En dat hebben wij terug laten komen in de stedenbouwkundige opzet van deze wijk. Dat zie je bijvoorbeeld in de stratenpatronen, in de oriëntatie van de woningen, die hier de oorspronkelijke loop van de Eem omarmen. De Groene Eem bestaat uit meerdere buurten. Wij staan hier in een buurt die is opgebouwd uit verschillende type rijwoningen. En wat die buurten bindt, is een familie aan uitstraling. Gevelmateriaal, steen, kleur, metselwerkverband, straatpatronen, groenvoorzieningen, verlichting en dergelijke. In de opzet van de wijk hebben we verschillende typen groen gebruikt. Waarbij we langs deze zone, dat is eigenlijk waar die Eem vroeger zijn loop had, een bos aan gaan planten. Hetgeen ook een verbindingstuk vormt tussen het omliggende bebost gebied. En hier in de wijk een soort groene wig. En hier in die groene wig komt tal van voorzieningen. Meer gecultiveerde speelplaatsen hier aan de rechterzijde. Aan de linkerzijde hier naast mij komt een wijkgebouw volledig ingebed in het landschap. Niet alleen maak je zo referentiepunten en herkenningspunten binnen een wijk, maar creëer je ook een gevoel van thuiskomen.